Goeie gymnastiek. Beetje sneller. Kijk, die andere die hebben ouder. Het is nu nog traplopen om bovenin de leren aan te zetten en proef te draaien. Maar over 3 weken is Henny van der Most klaar met dit project bij zijn metaalwerkplaats in Slagharen. Een mobiel torenrestaurant. Koppen hoogte, maar dan mobiel. Dus we kunnen hem zo oppakken. In 2 dagen breken we hem af en in 2 dagen kunnen we hem ook weer opbouwen. En waar moet hij dan komen te staan? Over de hele wereld. Is er belangstelling voor? Ja, ik krijg mensen uit Canada, Amerika, Saudi-Arabië, Dubai. Als alles helemaal klaar is, dan komen die mensen hier en dan hopen we er een paar te verkopen. Meer dan 3 jaar heeft Van der Most aan het idee en uitvoering gewerkt. De vloer moet nog worden afgewerkt en de tafeltjes neergezet, maar een wc is er al. En dan kan de vloer ronddraaien. Ik liep er al heel lang met plannen, maar ik heb de koper hoog, die staat eigenlijk op de verkeerde plek. Een staalbedrijf gaat wat minder, moeilijk. Na die crisis is het eigenlijk nooit weer goed gekomen, prijzen zijn slecht. Dus moordende concurrentie. Ja, en dan moet je denken, ik moet wat anders. Nou, ik had het toren bedacht, ik denk mobiel, dan gaan we die maken. En nu hebben we het hele bedrijf hier aan het ombouwen. En van dit uitzicht over de velden bij Slagharen gaan straks de internationale gasten genieten. Dit is het hoogste punt, hè? Ja. Hoe hoog zitten we nu? 42 meter. De eerste toren komt in Rotterdam te staan. Daar hebben we ook meteen een demonstratiemodel in werking. Dus wat kleine euromast? Kleine euromast. Alleen de euromast kun je niet eten, maar hier kun je lekker eten.